Lieve Marianne, maandag 4 april. Ik had zondagmiddag een afspraak, maar ik moest bellen dat ik wat later kwam. Nou ja, iets later. Ja, moest ik, ja de NS heeft vertraging. Oh, hoeveel? Nou, ongeveer 16 uur. Oké, nou dan beginnen we wat later. De lente was nog maar net begonnen of in Winterswijk werd de eerste wedstrijd op natuurijs gereden na de koudste aprilnacht in Nederland ooit. Rokjesdag en natuurijs hebben nog nooit zo dicht bij elkaar gelegen. Mathieu van der Poel heeft in een schitterende koers de Ronde van Vlaanderen gewonnen om duidelijk te maken hoe belangrijk de Ronde van Vlaanderen is in België. Wat voor ons de Elfstedentocht is, is voor de Vlamingen de Ronde van Vlaanderen. Met het enige verschil dat de Ronde van Vlaanderen altijd doorgaat en de Elfstedentocht nooit. Hoewel, na afgelopen weekend zijn de rajonhoofden en Erben Wennemars toch weer een beetje zenuwachtig. Louis van Gaal vertelde bij Umberto dat hij al geruime tijd het leidt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Daar is hij al 25 keer voor bestraald. Zoals hij zelf zegt, mijn spelers weten van niks. Die zien een blos op mijn wangen en denken, wat een gezonde kerel is dat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar zoals mijn overbuurman zeer lief bedoeld zei, het vergroot nog meer zijn uitstraling. Hij wordt zachter en met zachtheid kon je keihard toeslaan. Dat zal blijken. Helaas ook met alles vernietigende hardheid, beelden van zomaar vermoorde burgers in de Oekraïnse stad Bucha. Je bent een soldaat, je loopt op straat, je schiet een langslopende vrouw dood. En wij zien de foto van een levenloze hand met rode nagellak op een grauwe straat. Toch ook een hand die bedoeld is om lief te hebben. Dinsdag 5 april, een gehuurd busje met 9 toeristen is in een Amsterdamse gracht gereden. De bestuurder maakte een fout bij het inparkeren. Het is niet bekend of de bestuurder een man of een vrouw was. Ja, vond ik een leuk bericht. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn enorm, zegt Van den Broeke. Maar als er 10% van hun ijs weggaat, zal de zeespiegel met meer dan 6 meter stijgen. En dat kan dus, hè? 6 meter, dat is een hoop. Enig voordeel, als het dan goed gaat vriezen, kun je schaatsen van Middelburg naar Leeuwarden. De Passion, het paasverhaal, krijgt dit keer ook een vervolg met de Passion Hemelvaart. Ja, natuurlijk, dat moet weer worden uitgebreid. Er wordt ook gedacht over een Passion Pinksteren, een Kerstpassion en een Passion Drie Koningen, een Passion Allerheiligen en natuurlijk programma's als Heel Holland Kruisigt, Paus Zoekt Vrouw en Expeditie Kruistocht. Veel moslims in ons land die dit hoorden van dit plan, die zijn daarom vanaf afgelopen vrijdag een maand overdag in hongerstaking gegaan. Wij betalen steeds meer voor voedingsmiddelen in supermarkten. Topman Marcel Huizing van supermarktbedrijf Dirk van den Broek geeft eraan om alles te doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Zo zegt hij, we stoppen bijvoorbeeld met tv-reclames en gebruiken dit geld om de prijs laag te houden. KRO-NCRV heeft al te kennen gegeven dat ze de opengevallen reclametijd graag willen vullen met The Passion met Loekie. Woensdag 6 april, minister Hugo de Jonge heeft tijdens de coronacrisis voor zijn politieke zaken ook vaak zijn privé-mailaccount gebruikt. Premier Rutte vindt het achteraf ook wel vreemd dat hij bijvoorbeeld een mail kreeg om mee te doen met een gezamenlijk cadeau voor de verjaardag van Siewert van Linden. Vorige week maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de auto's van Mercedes-Benz ingezet gaan worden om de staat van de weg in de gaten te houden. Mercedes'en krijgen sensoren en camera's ingebouwd en die kunnen gegevens doorspelen van bijvoorbeeld verkeerssituaties, maar nog veel meer. Ik bedoel, let goed op als er een tijdje een Mercedes achter je rijdt. Laat ik het zo zeggen, als Charlie Luske dit had geweten, had hij allebei zijn handen aan het stuur gehouden. Mercedes als verklikkers. Ze zijn overigens wel herkenbaar, want bij de verklikauto's wordt Mercedes achteraan met SS geschreven. De Nederlandse voedselwaakhond wil dat een bepaalde honing uit de schappen wordt gehaald, omdat er sildenafil in zit. Sildenafil is het werkzame bestanddeel van Viagra. En nu begrijp ik ook waarom veel mensen tegen mij zegt: heb je honing gegeten of ben je gewoon blij om mij te zien? De surprise-eieren van Ferrero worden uit de handel genomen omdat er misschien salmonella-bacteriën in zitten. Ja, dat is jammer. Nou hebben ze dus de surprise al verraden. Donderdag 7 april. Stef Blok wordt sanctiecoördinator Rusland. Nederland heeft na 44 dagen oorlog te weinig gedaan aan sancties. Stef, moet je horen, heeft de leiding over de stuurgroep sancties die adviezen geeft aan de taakgroep sancties. Die wordt gevoed door de taskforce sancties die samenwerkt met de werkgroep sancties. Nou, de Russen zullen zich wel enorm druk maken om de komende Nederlandse sancties.
Dan vraag 3 van het schoolexamen economie. Wat klopt er niet in de volgende zin? Air France KLM leed het afgelopen jaar een verlies van 3,3 miljard. Bijna 14.000 werknemers werden ontslagen. En topman Benjamin Smit krijgt een bonus van ruim 3 miljoen euro. Vraag 4. Wat klopt er niet in de volgende zin? Er zijn heel veel mensen die nauwelijks weten hoe ze elke maand rond moeten komen. En op 8 april nemen 3 zakenmannen een retourtje ruimtestation voor 50 miljoen euro voor 2 dagen. De KNVB ziet geen reden om het protocol voor spreekkoren aan te passen naar de homo-onvriendelijke gezangen tijdens Nederland-Duitsland. In korte periodes werd in het stadion gezongen: alle Duitsers zijn homo. Volgens de KNVB is dat onmogelijk. Natuurlijk zijn niet alle Duitsers homo. Tijdens het Songfestival in Rotterdam werd juist gezongen: alle Duitsers zijn hetero. En dat is ook niet waar. Beter dus om de stadionspeaker wel in te laten grijpen. Ook het tweede jaar van de coronacrisis heeft enorm goed uitgepakt voor het bedrijf van seksspeeltjes Easy Toys. Mooie naam, ik speelde vroeger met Dinky Toys. Er is nu ook in de SM-uitvoering de Kinky Toy. Binnenkort wordt het shirt van Maradona, waarvan die zijn, waarin hij zijn 2 historische doelpunten maakte tegen Engeland, geveild. De verwachte opbrengst is 4 miljoen dollar. Volgens de dochter van Maradona is het helemaal niet het shirt waarin hij scoorde, want daar zijn er de afgelopen jaren al 35 van geveild. Dan vrijdag 8 april. Ja, bijna alle genodigden van het boekenbal hebben meegedaan aan de verkiezing van de mooiste Nederlandse liefdeszin in de literatuur. Die zin komt uit de roman Een schitterend gebrek van Arthur Chapin. Het gaat om de zin: dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat het te zien was. Nou, dat is ook een prachtige zin. Het gaat allemaal om boekenliteratuur. Nou, het leek mij leuk om voor de radio om te stemmen over de mooiste Nederlandse liefdeszin in liedjes. Nou, dat heb ik gedaan door mensen hun mooiste zin te laten delen op mijn Twitter-account. Nou, we hebben net jullie stemmen gehoord. Ja. Enorm veel reacties. Hartstikke mooi. Ik noem er een stel en jullie kunnen dan zeggen: oh, dat is van. Kijken of je ook herkent waar het lied uitkomt. Ah, het is niet zo. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond. Dat is van Toon Hermans. Nou ja, het is hartstikke mooi. Ja, dat wist ik en wat, hier kwam die al. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft zij plaatsgemaakt voor 2. Frans nou, Halsema. Dat zei Mart al. Frans Halsema. Ook deze 6 keer genoemd. De wereld is weer plat. Ja, op je bolle pips na een golflengte afstand van je hemellichaam. Oh, ja, het ja, is jeugd, ja. Echt een geweldig. De dijk werd heel veel genoemd. Ik noem er een paar. Ik kan van je houden zoals niemand anders kan. Oh ja. Mag het licht uit als ik je in mijn armen sluit? Ja, deze is prachtig. Ze kan je laten zweven als jenever en laten vallen als een steen. En ja, maar als ze er niet is, dan weet een man pas wat hij mist. Het hele lied November van Roanesse werd genoemd. En of deze, ik kan het Limburgs niet zo goed. Soms is het beter iets moois te verlezen. Beter verlezen dan dat het nooit het gaat. Ja, ik zeg het vast fout, maar Daniel Lohuis, prachtig. Als je denkt, zo wil ik het doen, dan wil je het ook zo doen. Ja, het is uit welk lied denk je dat deze komt? Wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Geen idee. Dat vind je wel een mooie zin. Wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Het komt uit Malle Babbe. Ah. Uit Rob de Nijs. Ja. Acta en de Munnik, de Puma's, heel veel genoemd. Bijvoorbeeld de zin: laat je man maar rustig slapen, dan hebben wij even de tijd. Ja. Ja. Of lief, ik blijf jouw leven lang bij mij. Bernard zegt nog via de app: als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee? Dat is ook van maar die komt in de top 3. Ja, en ik denk ja, Bernard hartstikke goed. Ik denk dat hij zelfs op nummer 1 komt. Nee. Nou, lekker dan, Bernard. Bemoei je er niet mee als ik een column aan het houden ben. Dit hart is niet van steen. Een geval van zuiver hout was het beste dat ik vinden kon toen iemand wegging met het goud. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Ja, deze natuurlijk. Zeg me dat het niet zo is. Van? Is dat Frank Boeien? Frank Boeien, heel goed. Deze, opdat zij zullen van mij houden. Opdat zij zullen van mij houden. Ja, het is ook een van mijn lievelingslieden. Het komt vanuit Cheveux l'amour van Raymond van het Groene Woud. En daar heeft die zin kwam ook weer. Cheveux l'amour, niet seffies, niet ze biedt, niet weldra, maar nu, maintenant, tout suite, hoite, godverdomme. Nou, zo. Dat was. Ook smartlappen werden genoemd. Bijvoorbeeld, had ik maar iemand om van te houden.
En, ja, het is een liefdesin blijkbaar. Als ik geen zin heb om te koken, loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Ja, iedereen heeft zijn eigen opvatting. Ja, en er zijn zoveel mooie jongen. Natuurlijk laat zich alles kopen voor wie er maar het meeste biedt. Er worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Is ook prachtig. Als jij niet bestond, dan zou ik je uitvinden. Ramses Shaffi. Al zijn de dagen nog zo grauw, ik weet het zeker, schat. Als jij wou, dan verfde jij de wolken blauw. Doe maar. En ja, als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. En deze vond ik ook heel mooi. Wie zorgt dat ik niet meer rust? Wie zorgt dat ik niets meer lust? Ja, dat is Peter. Oh, die heb ik zelf ingestuurd. Nou, we komen bij de top 5. Ah, kijk aan. Ja, de op 5. Zelfs je naam is mooi. Ja. Mooier dan die van iedereen die dezelfde naam heeft. Henk Westbroek. Hartstikke mooi. Ja. Henk Westbroek, ja. Ik hoef je niet te zien. Ik kan je dromen. Hey. Jeroen van Merwijk. Je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof in jou en mij. Boudewijn de Groot. Op 2. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. Eventueel te veranderen in hij. En op 1. Oh. Ja, ja, Bernard, lekker dan. Ja. Met je verklikken wat er op 1. Als jij bij me weggaat, mag ik dan met je mee. Ah, mooi. Nou, dit was de uitslag. Daar kan... Dus geen Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Dat is toch mega populair? Ja, die is of heb je die bewust uitgehaald? Nee. Is die is één keer genoemd. Oh. En ik heb degene daaruit gehaald die meerdere keren zijn genoemd. Ja. Of veel, Die was Claudia zelf ook die dat noemde, of niet? Nee. Nou ja, als je dat nu zegt, is dat opvallend. Ja. Dat stond toch... Ja. Nummer 3 of 5, weet ik veel, in de top 2000. Ja. En ook hartstikke mooi. Maar zo is het niet. Dit is wat eruit is gekomen.